Goedemiddag allemaal. Welkom bij mij. Vandaag spelen we Colony Survival. Ik heb het aardig in de keel, dus dat moet je dan maar even op de koop toenemen. Inmiddels hebben we wat meer dingen gedaan. Ik ga jullie even laten zien wat we gedaan hebben. Wij hebben, zoals je ziet, de hele ondervloer opgedeeld in zoveel mogelijk wheat farmers. Inmiddels heb ik al aardig wat eten kunnen verzamelen. We hebben een paar werkbankjes erbij en een heleboel bedden. Inmiddels hebben we 135 bedden en 120 kolonisten. We zijn nu aan het wachten op hem. Wanneer hij klaar is, maar dat zien we dan wel weer. Voor de mensen die voor de eerste keer kijken, uiteraard ook welkom. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer op de rode abonneerknop. Aan de bovenzijde, onderzijde. Ik weet niet waar dat ding staat. Maar. En mijn wachters. Oh, dat zijn mijn dagwachters. Abonneer, geef de video een like. Heb je wat te melden, kun je het in het bericht achterlaten. Onder de video. Wees welkom, nodig je vrienden, familie, kennissen. Nodig iedereen uit om te abonneren op dit kanaal. En dan ben ik je eeuwig dankbaar. We hebben weinig video's de laatste tijd. Dit in verband met de vele streams die ik de afgelopen tijd gedaan heb. Op dit moment probeer ik op Twitch 50 volgers te krijgen. En inmiddels zitten we op 32. Ik ga heel even steggelen. We gaan even vliegen. Dit is wat ik tot nu toe heb. Hier kwamen we net dus vandaan. Hier heb ik deze rij. Staan mijn wachters 's nachts. Want er komen nog zoveel zombies dat ik het niet bij kan houden. Mijn nachtwachters liggen op dit moment te slapen zoals je ziet. En ik heb maar 4 dagwachters, want overdag komt er niet veel. We zijn druk aan het mijnen. Oh ja, ik moet nog een boomgaard erbij hebben, zie ik. Eigenlijk moet ik er wel 2 bij hebben voor hetgeen wat ik kan allemaal doen. Laat ik dat eerst maar eens doen. Even kijken. Oh, staat het de verkeerde. 1. Klik in de lucht. Wij willen hebben. Waar sta je? Forrester. Trekken we even een lijntje hier naartoe. Het is niet genoeg, maar het moet even. Eentje terug. Doen we even zo. Hier kan ik straks misschien nog wel wat anders neerzetten. Ik wil niet dit stuk dichtmaken. Dus ik ga het zo doen. Kijken of ik daarmee uit kan komen. Nog eentje verder. Zo. Mooi. Dus we hebben 3. 1, 2, 3. Fluiten. De vogeltjes sluiten goed in, in deze game. Nou, we gaan heel even kijken bij. Hij kan geen zakken maken. Waarom kun je geen zakken maken dan? Zilveren zakken. Waarschijnlijk omdat een van mijn dingetjes niet goed geüpdate is. Hier heb ik alles. Wacht even, Tessa. En hier zal ik al niks nodig hebben. Of moet ik iets plaatsen? Misschien goud? Waarom kun je geen bogen maken dan? Is er niet genoeg? Oh, ze gaan naar bed. Ik heb hier binnen ook een paar wachters neergezet.
Kijk, want ze spawnen tegenwoordig ook al binnen. En dat komt waarschijnlijk omdat ik er te veel heb. Wat is dat? Heb ik maar 2 wachters hier staan? Ik moet eigenlijk 4 hebben. Dat begrijp ik even niet. Oh, ik wou al zeggen, ze is misschien gesneuveld de vorige keer, maar... Dat is niet het geval. Ik hoop dat ze het aan de buitenkant bij kunnen houden. We gaan even kijken. Oh, ze kunnen het redelijk bijhouden. Als ze op tijd op de plek staan, tenminste. Prima, ik vertrouw erop dat het allemaal goed gaat. En hier komen er wel steeds meer naar binnen. Dus we gaan even helpen. Je moet wat, hè? En het zijn er maar 4, maar ze doen in ieder geval goed hun best. En die rode zombies, die zijn echt verschrikkelijk. Die het zo lang voordat ik die dingen kapot heb. Nou, zo te zien kunnen ze het bovenop niet helemaal goed bijhouden. Nou, ik denk dat ik het helemaal niet weg kan houden. Nee, ik kan het inderdaad niet bijhouden. Oké. Okay. Misschien dat ik ze eruit kan lokken. Oh, toch niet. Even kijken. Ja, nou gaat iedereen dood. Shit, er staat nog geen achter me. Kom, sterf. Ik denk dat ik eerder sterf. Respawn. Dat is bijna niet te doen, ja. Kijk nou eens. Stond je rottingen.
Het is jammer dat ze niet meer kapot gaan door de zon. Oh. Ja joh, blijf aan de gang. Echt? Dat is toch niet normaal? Nog meer van die onzin over zitten. Ah, oh, dat is niet zo grappig. Ik denk dat het hier niet nodig is, want daarom had ik mijn eerste instantie hier ook niet gemaakt. Gaan we het toch doen. 1. Guard. Slinger. Wat ik zeg, de meeste problemen hebben we 's nachts. En dan heb ik er nog 17 over, maar dan moet ik eerst weer bergen maken. Daar word ik ook gek van. Heb ik er niet een paar hierin staan dan? Nee. Prima. Planken. Stro. En nails waarschijnlijk.
Hier heb ik er sowieso te weinig van om een nacht door te komen. Mijn voedsel gaat nou wel heel hard naar beneden. Ik dacht dat ik er wel was, maar schijnbaar dus niet. Oh, dan gaan ze allemaal naar bed. Ja, ik hoor zo. Ik denk dat ik gauw even een paar bedden neerzet en dan jongens, kom op. Godverdomme. Ja, tuurlijk. Die hebben geen slingshots. Wat moet ik hebben? Leaves. Daar heb ik er toch genoeg van. Sorry voor het vloeken, mensen. Maar ik kan hier af en toe wel best boos om worden. Dan denk je dat je het goed voor elkaar hebt en dan... Ach, je schijt eruit. Dan sta ik ergens vast tegenaan.
Oh man. Dat is gewoon bijna niet te doen, joh. Waar is dat? Planks, bone plates en copper tools. Bones plate. Planken. En, oh, dit zijn parts. Tools. Maak we er daar eentje van. Wat moet jij hebben? Linnen en bronze coins. Heb ik die coins al dan? Lijkt er niet op. En wie maakt die coins dan? Priority. Zitten die in de werkbank dan? Nee, die heb ik nog gehad. Hierin misschien. Kijk hoor. Ik zet je wel even hier neer. Vijftien? Nee. Honderd. Nou, mijn set gaat niet zoals ik wilde vandaag. Maar ik denk dat ik iets anders erbij ga zetten. Misschien dat dat helpt. Kom op. Even kijken hoor. 1, 2. En nighttime single guard. Slinger guard.
1, 2, 3. 1. Die kant op, die kant op, en die kant op. En die kant op. En ik heb bij lange na niet genoeg ammo. Dus ik kan met jou nog wel even wachten om dat klaar te zetten nu. En ik moet even kijken. Is er een werkbank? Nee. Ik snap niet waarom die dingen geen werkbanken maken. 3. Wat ben jij al hier? Ik denk meestal als ik hiervoor blijf dat het wel gaat. Godver. Fuck. Ja, daar is er weer in de weg kwijt. Niet naar binnen. Ik snap echt niet waarom die dingen allemaal naar binnen komen. Ik begrijp het niet. Kijk eens zo. Ja, tuurlijk. Weet je wat, ik ga dit offscreen oplossen, want dit is gewoon onscreen niet te doen. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer.